Goedendag beste mensen, Tom hier, Master Flirt, en het is weer tijd voor een lezersvraag. Beste Tom, mijn naam is Piep en ik heb een probleem. Ik heb een aantal weken een leuke meid ontmoet tijdens een groot feest. We hebben afgesproken met een vriendengroep van de vriendin van mijn kameraad. Oké, te gekke avond. Een van die meiden zag mij blijkbaar wel zitten. We kletsten wat, ik voelde mij in mijn gemak. Enzovoort, enzovoort. Na een paar dagen kwam ik haar weer tegen bij een bekende van mij. We zaten met een groot groep van ongeveer 12 personen een film te kijken in de tuin. Ze keek mij wel een aantal keer aan, waarop ik gewoon met een lachgezicht terugkijk. Goed zo. En toen hadden we weer gewoon met elkaar gesproken. Maar toch bleef dat muurtje staan, bij wijze van spreken. Ik heb nog steeds wel contact met haar per sms en msn. Zij begint vaak het gesprek, maar ik ben totaal niet iemand die fanatiek chat of sms. Dus ik hou sms en chats behoorlijk zakelijk, al zeg ik het zelf. Mijn vraag aan jullie is, hoe breek ik dat muurtje af om wat dichterbij te komen? En hoe kan ik het beste over msn en sms met haar communiceren? Oké, Mr. X, bedankt voor je duidelijke vraag. Oké, luister. Heel goed, dit is belangrijk. Contact, echt contact, gebeurt gewoon in het echt. Zo simpel is dat. Echt contact gebeurt in het echt. Heel simpel. Je hebt er MSN, je hebt er SMS. Contactgegevens die je van een vrouw haalt, of het nu Hives, Facebook of wat dan ook is. Persoonlijk ben ik gewoon telefoonnummer klaar, maar to each his own. Contactgegevens zijn er om afspraken te maken, om elkaar in het echt te meeten. Voor mijn part is het mogelijk om via de MSN iemand te verleiden, of via de Facebook of whatever. Persoonlijk heb ik daar geen zin in. Ik wil zien hoe iemand zelf in real life is, wat ik überhaupt kan weten, dat ik geïnteresseerd ben in die ander. Dus als jij haar contactgegevens hebt, kerel, moet jij gewoon met haar gaan afspreken. Zo simpel is dat. Een van de, we hebben het over, weet je, in de 53 wetten hebben we het over elke week gewoon principes die je eigen moet maken. Een van de principes die je voor jezelf duidelijk moet maken, voor jezelf eigen moet maken, is dat als jij iemand vindt, ontmoet die jij wel leuk vindt, die in ieder geval genoeg interessant is om even jouw aandacht op te, jouw aandacht af te leiden, dan ga jij met die persoon een kopje thee drinken. Dat is niet een huwelijksaanzoek, dat betekent dat je gaat trouwen, dat betekent gewoon dat je even een kopje thee gaat drinken, omdat die persoon genoeg interessant daarvoor is. Dus als ik jou één ding mag adviseren, ga gewoon een kopje thee met haar drinken. Joh, hey, ik ben dan en dan daar en daar. Kom ook, drinken we samen een kopje thee. Kunnen we lekker bijkletsen. Klaar. Peanuts. En als dat gezellig is, dan kan daar van alles uit voortkomen. En als het suf en saai is, dan weet je dat. En dan gaat er niks verder mee gebeuren. Zo simpel is het. Ga een kopje thee met je drinken. Je hebt daar sms, je hebt daar telefoon, je hebt daar Facebook. En ga niet bedenken welke moeilijke chatconstructies je gaat denken. Bel haar. Bel haar als een volwassen vent. Joh, luister, Mieke, Cindy, Natasha, Samantha, wat dan ook. Hé, ik ben dan en dan, daar en daar. Kom ook, gaan we samen met z'n tweetjes even chillen, kopje thee drinken. En misschien eet ik ook wel een gebakje, als het een beetje gezellig is. Klaar. En van daaruit kan alles voortkomen. Niet te moeilijk doen. Getting shit done. Het enige contact is echt contact. Bel haar nu op. En ga nu met haar afspreken. Bedankt voor je vraag. Tot de volgende keer. Keep them coming. En ik wens jullie een hele fijne dag toe. Hoi.